Goedemorgen. Nou, dat is al even eventjes geleden. We zijn natuurlijk wel een paar keer weg geweest, maar naar campings die jullie eigenlijk al gezien hebben. Dus ja, om jullie iedere keer mee te nemen naar dezelfde camping, dat is ook weer een beetje overdreven. We gaan naar het Sauerland, Mechelen. En de camping heet Am Einberg. Nou, ik ben benieuwd. Het staat goed aangeschreven op internet. Dus we gaan gewoon eens kijken. En we gaan er een leuk weekje van maken. Wat misschien ook wel even leuk is om te kijken. We hadden een tijdje geleden nieuwe fietsen gekocht. En ja, het stuur dat zat iets anders in elkaar als de fietsen die we hiervoor hadden. Die konden we makkelijk kantelen. En bij deze was het eigenlijk een heel stuk ingewikkelder. En eigenlijk kwamen we er op de zomervakantie achter dat de fietsen niet goed achter in de garage konden. Daar moest bijna de halve fiets uit elkaar gesteuteld worden. Dus we hebben daar een andere oplossing voor. En dat is in de vorm van de lift. En als we kijken naar de lift, ja, dan is het toch wel makkelijk. Hij zit nou buitenop. Ja, ik had liever mijn fietsen binnen gehad. Maar nou ja, dit ook. Dit is ook prima eigenlijk. Nou, hij staat hier. En we gaan eens kijken. Dan kan ik ze daar de bandjes even vastzetten. We hebben gewoon een schakelaartje hier binnen zitten. We gaan eens kijken of het allemaal werkt zoals het moet werken. Kijk, dat is een heel stukje makkelijker. Hij takelt hem gewoon zelf helemaal omhoog. Hij wordt dadelijk vergrendeld dat hij geen kant meer op kan. Nou, en dat betekent dat ik ook niet die fietsen zo ver hoef te tillen. Want dat was eigenlijk het grootste probleem. Dat was wat last van mijn rug. En op het moment dat ik in de fietsendrager de fietsen moet tillen. Ja, dan is dat toch een hele uitdaging. Dus ja, zo gaan ze eigenlijk mooi omhoog. En zitten ze ook vrij hoog op de camper. Dus dat ziet er eigenlijk allemaal wel redelijk goed uit. Hoppakee. Nou, vergrendeling. Die zit hier. Kijk, hoppakee. En die kan geen kant meer op. Nou, heel even de bandjes vastzetten. En dan kunnen we zo vertrekken. Nou, ik zou zeggen, tot zometeen maar weer. Nou jongens, naar veel files, bouwstellen, ja, zijn we dan eindelijk hier aangekomen. Het weer is een beetje afwisselend, om het zo maar te zeggen. De ene keer schijnt de zon, de andere keer regent het. Vannacht hebben wij ontzettend veel regen en ontzettende wind gehad. Ja, we staan hier in the middle of nowhere eigenlijk. Het wordt aangegeven als een woning. Maar er zit ook een camping bij. En ja, de omgeving is wel mooi natuurlijk. Maar zoals ik al zei, staan we echt helemaal van alles verlaten. Dus om naar het dorpje te komen, ja, is ongeveer een klein uurtje. Ja, nou, de heenweg zal wat korter zijn, want het is alleen maar bergaf. Maar terug, dat is een hele uitdaging. Dus fietsen is er hier eigenlijk niet zo bij. Nou, hier is het woonhuis, dus hier kun je ook een kamer huren. We werden heel gezellig ontvangen door de eigenaar. Er schijnt daaronder een soort huiskamer te zijn. Met televisie en een koelkast met allerhande drankjes erin. Dus hij zei ook van, joh, wordt het weer te slecht en zit je in je camper, dan kun je daar ook gewoon lekker aan zitten. Dus dat is helemaal prima. Ja, hier moesten we door een beetje een modderpad. Naar de camperplaats. Wat wel trouwens, wat je wel in de gaten moet houden als je hier naartoe gaat. De campernavigatie wilde ons hier niet naartoe hebben. Want de weg hier naartoe is vrij steil met enkele haarspelbochten. Dus let op, dat is een uitdaging om hier te komen. Maar ja, goed, eindelijk zijn we er. En ik weet niet of je het een beetje kan zien hier aan de grond, maar ja, er heeft hier echt heel wat water gelopen vannacht. Ja, en dan staan we hier eigenlijk aan een soort weg. Er is een paar keer een tractor voorbij gekomen en een keer een auto. En een beetje, vreemde plaats. Er zijn drie plaatsen hier en hieronder zijn nog een aantal plekken. Nou, er staat één caravan met een mevrouw en haar dochter, maar die vertrekken vandaag geloof ik.
En voor de rest is het hier is niet veel te doen. Kijk, hier staan wij. Even zo over het gras heen stappen. Kijk, het uitzicht is natuurlijk helemaal prima. Daar is helemaal niks van te zeggen. Maar je ziet wel hoe een modderzooi het hier is. Even een steentje uit mijn schoen. Huppakee. Luifeltje hebben we maar niet uitgezet. Want dan denk ik dat we vannacht toch wel kwijt waren geraakt. Kijk, uitzicht is helemaal prima. Daar schijnt de zon nog een beetje. Ver van de bewoonde wereld. Dus even vandaag ergens naartoe fietsen. Lekker kopje koffie pakken is er niet bij. Dus ondanks dat wij gedacht hadden hier heel de week te staan, gaan wij dadelijk weer verkassen. Dan gaan we richting Winterberg, naar een wat grotere camping. Staan we ook wat centraler bij het centrum. Kunnen we wandelen, kunnen we rodelen, fietsen. We gaan eens even kijken. Maar goed, de camping Am Einberg in Mechelen. We lopen toch heel eventjes hier een rondje. Want je weet maar nooit, er zijn ook mensen die hier voor een dagje willen komen. Of even als tussenplek, ja, dan is het altijd even leuk om te zien hoe zo'n camping er dan uitziet. Kijk jongens, het zonnetje is er, dus het is niet allemaal konder en kwel natuurlijk. Nou, vanmorgen werd ik wakker gemaakt door een of andere meneer de ezel die hier in de stal staat. Ik weet niet of hij... Oh ja, hij staat er achter het hek. Achter het hek hoor ik hem. We gaan eens even kijken. Kijk. Daar zien we hem in de verte. Dus die hoorden we vanmorgen. Er staan hier een paar schapen. Die waren vanmorgen ook druk bezig. Ja. En volgens mij hebben ze kalkoenen. Nou, we lopen eigenlijk hier dan een schuur in. En dat is eigenlijk een beetje wat bij de camping hoort. Nou, je spullen kun je hier kwijt. Kijk, en hier is het toilet. Morgen. Kijk, wordt netjes schoongemaakt. Hier is nog een ruimte om eventueel te zitten. Nou, en hier zijn ook nog toiletten. Ben ik nog niet geweest. Dan gaan we even stiekem spieken. Dat zijn echt... Oh, kijk. Hier kun je ook douchen. Dat had ik nog niet gezien. Wil u zo vriendelijk zijn deze schoon achter te laten? Ja, dat snap ik. Ja, toilet. Douche. Ja, ik is wel netjes. Thermostaatkraan. Handdouche. Dat ziet er netjes uit. Druk met de kraan, waar ligt het aan? Kijk, opgelost. Nou, hier kun je nog wat afwassen. Ja, het is allemaal primitief. Het toilet is dan en de douche is wel netjes. Nou, we gaan weer terug naar de camper. Spullen ze een beetje bij elkaar doen. Het is 28 kilometer naar Winterberg. Dus we gaan het zomaar eens even weer bekijken. Nou, jullie zullen zo wel weer zien waar we uitkomen. Nou jongens, we zijn aangekomen op de camping. Camping Winterberg. Zoals jullie weten zijn we even verkast. We staan nu op een mooie grote camping. Ja, midden in het sportgedeelte van Winterberg. Dus ja, een drukte en happening van jouwelst hier. Normaal is het natuurlijk skiën, maar nu is het mountainbiken. Dus we gaan eens een rondje maken over de camping. En we gaan jullie eens meenemen over wat hier allemaal in de omgeving te doen is. Dus kijk maar even mee. Nou, mocht je iets vergeten zijn, wil je gaan barbecuen, dan kun je hier nog van alles uit de automaat halen. Vlees, sperrips, worst, sauerkraut, kartoffelen, noedelsalaat. En als toetje hebben we de ijsmachine. Allemaal mooie bakjes ijs. 3 euro per bekertje.
kunt pinnen, contactloos betalen. Allemaal mogelijk. Kijk, 30 jaar geleden stond hier ook al hetzelfde kraampje. Ik denk dat het van familie op familie overgaat of zo. Nu is het nog rustig hier, maar vanmiddag dan is de braadworst, de curryworst niet meer aan te slepen, denk ik. Zit het in ieder geval vol. Nou ja, zoals je hier kan zien, hier is de, ja, voor de kleine onder ons en het oefenen. Dus als je wilt beginnen, dan start je hier eigenlijk. Ja, en dan kun je alle kanten op. Tot de zwarte pistes, rode pistes, blauwe pistes. Alles mogelijk. Kijk, dit is beginner en kids. Helm verplicht. Volgelaten helm. Mag je dus niet met een gewone fietshelm of wat dan ook aan de gang. En ze adviseren in ieder geval full body protection. Maar dat is niet verplicht, maar wel aan te raden. Nou, je ziet inderdaad van klein naar groot zijn hier bezig. Zelfs de kleinste onder ons, ja, zijn dapper aan het oefenen. Dat zijn de mannen die over een paar jaar hier door de lucht vliegen. Nou, mocht je geen spullen hebben, geen nood. Hier is alles te huur. Kijk, en alles, alle kleding, fietsen, alles wat je kunt bedenken is hier aanwezig. Je kunt fietsen kopen, je kunt fietsen huren. Dus je hoeft niet meteen zelf je eigen fiets aan te schaffen. Want een beetje downhill mountainbike, dan praat je echt over duizenden euro's. Nou, hier hebben we de zomerrodelbaan. Kun je met een sleetje naar boven en dan met de baan naar beneden. Genoeg plek om een kopje koffie te pakken en te gaan zitten. Kijk, je kunt ook bungee jumpen voor de kleine kinderen. Dus vertier genoeg en het is hier altijd druk. Maakt niet uit wanneer je komt. Het is altijd een volle bak. Een 18 holes golfbaan. In het klein. Het is eigenlijk een soort minigolf. Een beetje de golf, maar dan zonder alle gekke dingen. Hier en daar wel een bruggetje en een bocheltje. Maar je kan echt een beetje ja, je golfskills uitproberen. Kijk, hier gaan ze naar boven. Kijk, speeltuin voor de kinderen. Deze is gratis, dus dan mag je zo binnen. Komt niet vaak voor hier in Winterberg, maar kijk, en achter door de bomen heen zie je de erlebnisbroeken. Dan kun je eigenlijk vrij hoog, kun je zeg maar over Winterberg heen kijken. En er zitten wat klauter- en klimstukken in, ja, om het een extra dimensie te geven. Kijk, je gaat hier met de lift omhoog, met de fiets. Ja, om dit soort parcours weer naar beneden te denderen. Je kan hier over die houten ja, bruggen, wat zijn het eigenlijk? Je kan ook door de bossen heen. Ja, er wordt van alles gedaan hier. Zoals ik al eerder zei, ja, je hebt zwarte afdalingen, je hebt blauwe, rode. Nou, daar eens een beetje kijken, denk van nou, als je daar vanaf moet, dan moet je toch wel een beetje lef hebben. En een beetje geoefend zijn, denk ik.
Ja, je koopt dagkaarten of seizoenkaarten of weekkaarten. Of ja, dan kun je hele week of zolang je hier bent kun je omhoog. De fiets wordt normaal gesproken in de rij stoeltjes gestopt achterin. In het stoeltje zeg maar, die voor jou zitten. Dus je kijkt naar je eigen fiets, om het zo maar te zeggen. Maar nu is het rustig en hebben ze eigenlijk de fietsen aan zijn eigen stoeltje hangen. Maar normaal zitten de fietsen voor je. Dan stap je uit, je loopt naar voren, je pakt je fiets, je kan weg. En nu moeten ze om de stoeltjes heen. En dat is natuurlijk als het heel druk is net wat gevaarlijker. Kijk, speciale klemmen voor de fietsen. Dus ja, ze stappen uit, geven een ruk aan zijn fiets en ze kunnen vooruit. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Kijk, daar gaan ze weer. Kijk, hij is nou gesloten. Dat is jammer. Want ik weet niet of jullie het zo kunnen zien. Dat gaat echt serieus hier naar beneden, hè? Doe het maar even een beetje zo. Maar als je hier zo van dat ding af gaat. Wow. Moet je toch een paar keer gedaan hebben, denk ik. Maar het is gesloten. Ik weet niet waarom. Gisteren was hij nog open. Maar goed, je kan hier op allerhande manieren nog naar beneden. Dus dat is het probleem niet. Ja, dat het af en toe wel eens misgaat, dat is wel duidelijk. Hier is toch weer eentje met de fiets goed gevallen. En die moet nu met de traumahelikopter weg. Alle campingplaatsen die hebben een naam. En het allemaal heeft te maken met roedelteams, junioren, Olympische Spelen, overal. Ik dacht eerst dat allemaal plaatsen waren voor gereserveerd, maar het zijn allemaal namen. Ja, we lopen hier een beetje het vaste kampgedeelte. Kijk, hier hebben we gewoon allemaal de caravan, zeg maar, allemaal ingebouwd. Nou, het sanitair gebouw is hierachter. Daar kan ik nog eens heel even kijken. Maar je ziet wel, gewoon hele huizen om de caravan. Kijk, hier komen we bij de toiletten en de douches. Wordt wel overal duidelijk aangegeven dat je met je fietskleding hier niet naar binnen mag. Nou, even kijken, want we hebben een sleutel nodig. En anders dan kom je er niet in. Kijk. Het is allemaal vrij nieuw hier. Nou, hier zijn de douches. Ziet er allemaal netjes uit.
even stiekem kijken. Kijk, thermostaatkraan. Douche. Kokend heet water. Geen muntjes of flauwekul. Voldoende ruimte om je spullen neer te leggen. Het is allemaal netjes geregeld. Nou, dan gaan we weer naar buiten. Hier is nog een ruimte voor het chemisch toilet. Kijk, die kan hier geleegd worden. Eventueel hier afgesopt. Het is allemaal verder goed geregeld. Nou, ik kom hier nog bij de Milieustraat. Geen klein containertje, maar je kunt je spullen kwijt. Hier nog glaswerk, batterijen. En als je ooit nog gebarbecued hebt, kun je het hier nog in die ton gooien. Nou, dit is onze plek hier. Hoi! Kijk, en hier staan wij. Nou, op zich een net plekje. Er is eigenlijk niks mis mee. Nou, ik ga even binnen zitten. Het is frisjes buiten. Nou, goedemorgen allemaal. Ja, Frank die zegt, spreek jij maar de afsluiting in, want anders denkt iedereen dat ik maar alleen op vakantie ben. Maar uiteraard zijn we natuurlijk altijd samen gezellig weg. Nou, we staan dus in Winterberg de hele week al. En daar hebben we een hele mooie plek gehad. En hebben ze zo meegedacht om ons toch een mooie plek te geven die er eigenlijk niet was, omdat de camping volgeboekt was. Nou, eigenlijk zouden we tot morgen blijven. Maar het is vandaag echt, nou, om maar even Hollands weer. En komt echt met bakken en bakken naar beneden gevallen. Dus we hebben besloten om vandaag al naar huis te gaan. Dus één dagje eerder. Je kan ook werkelijk niks zien. Het is buiten helemaal dichtgetrokken. Nou, dat kan je misschien ook wel een beetje zien. De ramen zijn ook helemaal beslagen. En nou, ik heb vanmorgen al lekker oplopen ruimen. Klein tipje misschien. Of misschien doen jullie dat ook wel. Dit is voor ons de laatste reis van dit seizoen geweest. Dan haal ik altijd de camper leeg. Maar wat ik wel altijd na ieder tripje doe, dat is de bedden alvast afhalen, de was uitsorteren, de kleding uit de kastjes en die stop ik dan in de handige Jumbo-tassen. Dan hoef ik het thuis alleen maar uit te ruimen. Nou, klein tipje, misschien heb je er wat aan. Nou, wij gaan even ons laatste bakje koffie opdrinken en dan nog even langs de Lidl hier in Winterberg om nog een paar dingetjes te scoren en dan op naar huis. Denk wel, file, bouwstellen. Maar we hebben alle tijd, dus dat maakt niet uit. Nou, dankjewel voor het kijken maar weer. Als je denkt, die twee die zijn wel leuk om te volgen, dan kan je klikken op volgen bij YouTube. En dan krijg je automatisch een berichtje als wij volgend jaar weer een nieuw filmpje gaan posten. Nou, fijn weekend allemaal.